kracht van live is voor ons echt wanneer je een moment neerzet wat zo exclusief is en zo bijzonder dat niet iedereen daarbij kan zijn. Je op dit manier ook nog een beetje kan inspelen op echt de fear of missing out, zodat je er toch onderdeel van kan worden. En dus kan bijdragen aan een exclusieve positionering van je merk. Nou, je kunt een advertentie in de krant zetten, voep, sla je zo weg, je zet de advertentie op televisie weg, uitgesteld kijken, je spoelt door, maar live, de live revolution komt recht aan in je hart en het is onmisbaar, echt contact met je klant. En als je dan kijkt naar de case van het Rijksmuseum, waarbij we live echt toegepast hebben zoals het hoort, namelijk iemand die oprecht verrast was, een man die geen idee had en die de wereld overging met nog geen 14.000 euro, meer dan 30 miljoen bereik, meer dan 40 headlines over alle newspapers op de wereld, dan zeg ik, join the live revolution. Dit is het bewijs. Ja, de kracht van live communicatie, zoals in ieder geval wij dat hebben ervaren tijdens de case Good Times Island van McDonald's, is dat de organisatie en de productie van een event, en met name ook de weg ernaartoe, kan fungeren als een enorme verbindende factor tussen alle betrokken partijen.